Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. De vorige aflevering was echt een super goede aflevering. Ik hoop dat we dit kunnen volhouden, want het is lekker. Oh, nou dit was een topbegin. Ik denk dat we eerst die moeten doen, wat denken jullie? Ja. Oeh, fijn dat ik dat geprobeerd heb. Oké, even kijken wat een beetje de bedoeling is. Ik denk dat het een soort doolhofferig wordt. Wat zit daarin? Niks? Oké. Okay. Kijk wat dit is. Oeh, nu is hier opeens licht. Zo licht als magische poeder. Kijken of hier nu iets is. Nee? We kunnen blijven proberen. Kunnen we nu hier? Nee. Zullen we eerst alsnog dit moeten doen? Kijken wat er gebeurt als we dit doen. Oké. Okay. Dan is er dus elke keer een goed... een goede kant om op te gaan. Dat zal dan eerst deze zijn. Dan hopen dat dat deze is. Ja, zo te zien wel. Je hoopt ergens ook nog een keer een coin tegen te komen natuurlijk. Oké. Dat gaat goed. Oh. Oké. Ik hoop... Ja, zal deze het zijn? Nee. Heel interessant. Interessant level. Oké, dit zal goed zijn gegaan. Oké, die pakken we. Dat is alleen maar mooi, want dan kunnen we die... dat andere... Kut. Kunnen we banken. Toen bleef ik opeens hangen. Nog steeds geen coin gezien. Kut. Nu is het hopen dat het degene is die ik denk dat het is. Ja, die is het. Oké, nice. Oh, fuck. Is het deze? Oeh, dat is kut, maar... Oké, dit had dus waarschijnlijk eerder de bedoeling geweest. Dan denk... Zou het die zijn? Ja, oké. Okay. Ah, zo werkt dat. Oké. Oké. Ah, dan had ik beter dat ding kunnen gebruiken. Maar niet uit, want we missen toch nog twee coins. Dus we moeten dit opnieuw doen. Grappig bedacht level. Alleen nog even achter zien te komen in welke kamers we de eerste twee coins moeten halen. Ga gewoon zoveel mogelijk enemies proberen te verslaan. Dat kan nooit kwaad natuurlijk. Oké. Wacht. Oh, die moet ik niet hebben. Kut. Ja, dat was het probleem.
Ah, ik moest ze verbranden. Oké. Got it. Ik moet gewoon dood dus. Hier die te pakken. Kut. Kijken of die ook klinkplonk zegt als ik hem zo kill. Nee, oké. Dan moet ik nog een keer dood. Je moet voorzichtiger zijn met die fireflower. Vertrouw het niet. Ja. Snap er niks van. Even kijken. Dus niet de goede. Hey. Dat is de eerste, oké. Gaat het nog goed? Kut. Kom op, spring bitches. Spring ook. Oké, dat werkte niet voor een coin. Die ene met de coin ervoor, dus dat is deze. Dus dan is. Wauw. Dan is dat een goede warp. Zo simpel was het. Oké. Oh. Zo. We hebben alle coins nu. Zo, gehaald. Gaan we naar het kasteel van Special World 5. Ja, als je tired wordt, dan moet je stoppen. Ik ben niet tired. Let me go, please. Leave me alone. Oeh, het is een kasteel. Kasteling. Wow.
Dit wordt zo'n snelheidsduivel. Oh, dit is er eentje waar je Goomba's moet killen om levens te krijgen. Of tijd te krijgen eigenlijk in dit geval. Oh. Bijna fout. Dan heb je droge Bowser. Het blauw vuur. Kut, dat is jammer. Kut. Nu wordt het heel moeilijk om te halen. En dat ging net zo lekker. Hoop ik echt dat ik de vlag kan halen, maar het wordt wel moeilijk als ik klein ben. In ieder geval de 3 coins gesecured, dus dat is al fijn. Nice. Daar hou ik van. Op naar Wereld Special 6. Lekker meneer, yo. Goed. Een of andere gare piramidetoren-achtig iets. Dit is in het donker. Oh, dat is een cursed. Die is interessant. Alleen probeer de coins maar eens te vinden met in zo'n open level. Als dit. Ik zie er wel coins uit, maar dat is blijkbaar gesloten. Oké. Die vinden we sowieso fijn. Dat kan ook. Oké, dat is goed om te weten. Level skip? Oké. We hebben een hele hoop gemist in ieder geval. We gaan hem even opnieuw doen. En dan rustig even kijken in alle deurtjes. Maar dit is in ieder geval een goed teken dat we in ieder geval de gouden dingen al gehaald hebben. Dus daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken. Nu is het alleen eigenlijk een kwestie van die 2 coins zoeken. Nog een keer proberen. Ja, we kunnen gewoon kijken of we gewoon via de normale weg kunnen. Thank you.
zo interessant. Nou, toch wel, we gaan voor die extra dingen waarschijnlijk, blijkbaar. Waarom zoveel van die dingen in dit level zitten, weet ik ook niet. Maar... nou, laten we gewoon eens naar binnen gaan. Even kijken of er ergens een coin op deze manier... dit ziet eruit als een coin. Oh, dat is geen coin. Dat is weer extra tijd. En een coin. Dus. Dat was de tweede coin. Dan zit de eerste coin dus ergens beneden. Wacht, zit die hier gewoon niet achter? Hier. Nee, zo ziet het er niet naar uit. Ik zou bijna zeggen dat hij hier ergens moet zitten. Hier ergens out in the open. Je hebt niet zoals bij de 3D gewone 3D Mario's dat je gewoon vision hebt om je heen, zeg maar. Dat is, is er niet echt. Dus wel hier aan de zijkant is wel iets. Hé, hey, daar is de coin. Nou, goed om te weten. Zo. Nice. Dit is echt een apart level, want het is helemaal niet moeilijk, zeg maar. Het is echt zo van, ja, kijk maar een beetje wat je doet. Echt een beetje een explorers level. Oké. Hoe zit dat met dit level? Ik zie heel veel Goomba's. Moeten we die Goomba's uitschakelen? Wat is de bedoeling? Ah, ja, waarschijnlijk wel. Oh, fuck. Ja. Moeilijk! Dit zou een makkelijke level zijn met een vuurplant. Oh, ik hoopte dat ik hem had. Ik leef nog. Kut. Dit is moeilijk. Ik denk dat het echt een heel stuk makkelijker is met een power-up. Dan kan je ze van een afstand al killen namelijk. Nou ja, Ik zit te denken, zal ik gewoon even terug naar World 1 gaan? Dan gaan we met de pijp omhoog. Dan gaan we naar World 1. Pakken we level 1, pakken we even twee van die blaadjes. Yeah.
zweterblaadje. Daar hebben we wat aan. Hotse flotse. Gaat goed. Zo. Gehaald. Nu gaan we terug naar de special world. En dan gaan we kijken of we een heel eind kunnen komen met Tanuki. Het handige van Tanuki is natuurlijk ook nog dat je kan zweven. Dus Tanuki is denk ik ook de beste suit die je kan hebben. Ook al denk ik dat je, als je Fire Flower of Boomerang Flower hebt, dat je ook best wel een... Special 6. Dat je ook best wel... omdat je van afstand die Goombas dan kan killen. Dus dat is op zich ook handig. We gaan het zien. Zo. Dat gevoel had ik al. Zo. Easy peasy. Nou, met zo'n suit is hij echt heel makkelijk dit level. Nou, gelukkig hebben we zo'n suit gehaald. En gelukkig is ook goed op te letten voor de coins. Goed. Oeh, nooit zo fan van dit soort levels. Oké. Hier is iets. Oeh, een checkpoint, oké. Ja, die moet je ook hebben. Nice. Oeh, kijk. Oh, fucking dick. Zo, die. Dan weten we zeker dat we de vlag kunnen halen. Gelukkig, ik was al bang dat ik het niet ging halen. Oké. Volgens mij komt er nu wel een mushroom huisje. Dus dan ga ik daar eventjes in. Om in ieder geval mijn blaadje veilig te stellen op de tweede plaats. Dus dat, dat is wel even handig. Dat doen we wel even. Wow.
Oké, kijk, nu hebben we het in ieder geval goed neergezet voor de volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je heel graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos!